Minister Klink, u gaat binnenkort post versturen aan alle Nederlanders. Wat voor brief is dat? Alle Nederlanders krijgen een brief over het elektronisch patiëntendossier. Het is een elektronisch dossier. Normaal gesproken houdt de huisarts of de arts, specialist, houdt een dossier van mensen bij via het papier. Dus dat schrijft hij allemaal op en dat moet dan onderling gewisseld worden tussen de artsen en de specialisten. Soms gebeurt het ook wel elektronisch, maar dan is niet iedereen aangesloten op die gegevens. Wat wij nu willen gaan doen is de artsen in staat stellen om het allemaal elektronisch op te slaan, zodat het sneller met elkaar uitgewisseld kan worden. Wat zijn de voordelen van het elektronisch patiëntendossier? Nou, de voordelen zijn er echt vele eigenlijk. Voor de patiënt wordt het veel gemakkelijker op het moment dat hij naar een huisarts toe gaat of een specialist die hij bijvoorbeeld niet kent op een vakantieadres of op het moment dat hij doorverwezen wordt. Dan is de informatie al beschikbaar bij die arts. Dus hij hoeft niet of zij hoeft niet telkens weer het hele verleden zelf zich te herinneren en aan de arts voor te leggen. Dat scheelt echt een heleboel voor de patiënten. Het wordt ook veiliger naar we hopen en stellig ook verwachten op grond van het feit dat artsen over en weer van elkaar weten welke medicatie bijvoorbeeld voorgeschreven is, zodat daar geen fouten gemaakt worden. Want soms werken medicijnen tegen elkaar in en dat kan echt tot gezondheidsschade leiden en dat doet het ook. We verwachten dat dat echt zal verminderen. Dus beter geïnformeerd en veiliger. Nou, als mensen nou zeggen, zo'n dossier, daar wil ik helemaal niet in staan, wat dan? Nou ja, daar dient deze brief voor. We gaan mensen vragen of ze willen meedoen. Eigenlijk gaan we ervan uit dat iedereen wil meedoen. Maar zo niet, dan moeten ze dat aangeven. Kunnen ze dat ook aangeven? En zij zijn uiteindelijk de baas over het dossier. In die zin dat zij kunnen bepalen of het uitgewisseld wordt of niet. Dus als ze zeggen, die en die aandoening, of ik ben ooit bij de dokter geweest met een klachten die ik eigenlijk niet wil, dat anderen dat te weten komen, kunnen ze gewoon zeggen, die moeten niet in het dossier opgenomen worden. Maar ze kunnen ook weigeren om mee te doen. Wat is uw advies? Mijn advies zou zijn om niet te weigeren, op grond van het feit dat het echt veel gemakkelijker is voor artsen om over en weer te weten wat er met de patiënt aan de hand is. Nogmaals, je hoeft niet telkens weer hetzelfde verhaal te vertellen. Tegelijkertijd dient het echt de gezondheidszorg, want het risico op verkeerde voorschriften, dat neemt echt ziende ogen af. Dus mijn advies, doe mee, maar nogmaals, denk er wel goed over na.